Het Binnenhof, een van de mooiste werkplekken van Nederland. Met aan die kant natuurlijk het gebouw van de Tweede Kamer, de Ridderzaal. En aan deze kant het gebouw van de Eerste Kamer. En op veel plekken op het Binnenhof hebben we dit soort kastjes. Hier aan de muur. Een inprikpunt heet dat. De cameraman heeft een snoertje, prikt het aan de ene kant in zijn camera. Aan de andere kant hier in het kastje als je hem open doet met de sleutel. En we kunnen direct live bij u in de huiskamer zijn. Ook hier vandaan zenden we vaak live uit. Het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van premier Rutte. Elke vrijdag is hier binnen de ministerraad. En als er een politieke crisis is, dan staan we vaak hier uren te wachten. Over dat wachten kan ik straks nog wel wat vertellen. Via het torentje en het plein wandel je zo de Tweede Kamer binnen. Net buiten de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer is de plek waar journalisten het meeste rondhangen. Dat is hier. Dat is een bekende plek waarvan we ook heel vaak live uitzenden. Dit wordt de patatbalie genoemd. De plek in de Tweede Kamer om Kamerleden en ministers te ontmoeten. En nu is het hier rustig, maar als er debatten zijn, kan het hier heel druk en hectisch zijn. Hierboven is het wel altijd rustig, de regieruimte van de NOS in de Tweede Kamer. We noemen het wel de skybox van de plenaire zaal. Tijdens grote debatten ga ik hier graag willen zitten. Hier vandaan zie je echt alles. Tot slot wil ik graag nog even onze redactie laten zien. Die is heel dicht bij de Tweede Kamer, een meter of 100 lopen. Hier op deze redactie werken op een normale dag ongeveer 30 collega's aan de uitzendingen van tv, radio en internet. En we hebben ook onze eigen regieruimte. Het is eigenlijk Hilversum in het klein. We hebben alles bij de hand. Vanuit deze regieruimte en deze studio hier, wel bekend. Hier vandaan kunnen we natuurlijk altijd live het laatste politieke nieuws vertellen. Wat weet jij van dat verhaal? Ja, het is heel moeilijk om hier een vinger achter te krijgen, want het is de commissie stiekem, dus alles blijft heel stiekem. Voordat we in de zaal verder praten over Haagse verslaggeving, heb ik u nog even meegenomen naar de vijfde etage van ons redactiegebouw. Het dak. Dit is de plek die u altijd om 8 uur ziet, waar Ron Vreese dan meestal staat. We zeggen altijd als we Haags nieuws hebben, Ron, je kan weer het dak op vanavond. Oh, ja. Het belonen, maar vooral het straffen, is een vergaande maatregel. Het mooiste plekje van Den Haag, de Ridderzaal daar, het gebouw van de Tweede Kamer en de skyline van Den Haag. Natuurlijk met de grote torens van de ministeries. U kent het plaatje uit de journaals, maar nu ziet u toch net een beetje anders.